nog mooiere dame het hof probeert te maken. En dat is zo leuk, want het is een scène. Als u zich benen voor kunt stellen, is dat een beetje Parijse chic, een beetje Oosterse charme. Een heel klein beetje allure, maar vooral gezelligheid en warmte. Is Lambert een van de mooiste en een van de
meest intense is gelukkig ook een van de kortste. Dames en heren, de merk van Zuid-Korea, ongetransponeerd door Jasper Vink. Niet naar me toe heb gekregen is of daarvoor een
een toneeltje moet worden geschapen. Dus ik vraag even zo, Bart, kan het toch open met jou betreft? Over een half minuutje, nou dat is taai dan. Over een half minuutje. Dames en heren, toen ik dus 14 dagen geleden hoorde van Hans van Loon, of die vroeg eerlijk gezegd aan mij, Toos, zou jij die avond willen presenteren, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik me ontzettend gevleid voelde. Ik wilde dat dolgraag doen en ik had in mijn hoofd zoiets, dan ga ik een Sissi-jurk huren, ik ken dat wel, hè, zo bloot en dan zo heel struis en zo'n wijde rok die zo, ziet u zo'n herrie maakt als je al voorbij loopt. Ik had er best een paar stuivers voor over gehad. Ik ben dus afgelopen zaterdag ben ik naar Firma de Wit gegaan. Firma de Wit is namelijk de firma waar wij altijd onze kostuums huren. En de man stelde mij helaas teleur, want er zijn 3 operetteverenigingen die trekken door het land. En al zijn kostuums zijn dus zo door Nederland. Hij kon mij niet helpen, maar ik gaf de hoed niet op. Ik pakte een telefoonboek en dat bleek dus ook ten avondmiddag wordt nog een zaak te zijn die toneelkleren verhuurde. Dus ik heb opgezocht, dat is daar in de buurt van de Regentessenlaan. Dat is een hele grote oude wedstrijd, u kent uw huizen daar. En ja hoor, de deur ging niet open, gelukkig op zaterdag, want ik had al twijfels, ik denk niemand thuis. Maar ja, een meneer van rond de 60 deed open. En ik vertelde zo wat de bedoeling was, dat ik dus een avond voor mijn vereniging mocht presenteren, dat het een revueavond zou zijn. En wat ik daarvoor aan wilde hebben. Nou, ik mocht boven komen. Het stonk daar muffig. Het stonk daar heel muffig. Maar afgaan, ik de trap op zijn ouderwetse kokos lopen. U kent ze nog wel van vroeger, half versleten. Aan de zijkant zag ik nog net een kleurtje rood en een kleurtje groen. Maar in het midden wist ik niet meer wat het oorspronkelijk was geweest. Dus ik kwam boven. Het is waar gebeurd hoor. 2 hele grote kamers, zo'n kamer als suite. En hij zegt, ja mevrouw, moet het uit de tijd zijn van Strauss? Ik zeg, nee meneer, zo'n Sissi-jurk, een beetje bloot. En dan zo'n lekkere wijde rok. En toen kwam hij met iets, dat leek er een beetje op, maar toen hij ermee dichterbij kwam, zag ik al die grote transpiratievlekken. Dus het was al 1001 keer gedragen. Het had vlekken en hij zei, ja, daar hebben mensen mee tegen het decor aangestaan, die gaan er niet meer uit. Maar van een afstand, mevrouw, is dat niet te zien. En toen dacht ik, ja, Peter, dat als niets. Dus ik wilde hem aantrekken, dan mag ik hem dan even passen. Ja, ja, dat mocht wel. Maar de meneer bleef in mijn buurt hangen. En ik dacht, oh god man, ik kwam maar dat je wegging. Want ik wilde, degene wat ik aan had, moest ik natuurlijk uit. Dan sta je voor zo'n wildvreemde vent. Maar de tijden en je normen veranderen. Hè? Deze tijd is het eigenlijk heel gewoon. Dus de man die bleef een beetje in mijn buurt. En op een gegeven moment had ik de jurk aan. En ik liet mijn BH-bandjes al zakken, want het was strapless. Dat is dus geen wandtoestanden. En daar stond ik met de rits open vanaf hier tot bovenaan. En ik vroeg vriendelijk aan meneer, meneer wilt u mijn rits vastmaken? En daar ging hij, maar hier bleef de rits hangen. En ik, oh god, dus ik hield alles in wat ik heb. En ik dacht, ja, dat moet het toch worden, want ik had geen andere mogelijkheid. Dus ik stond helemaal voor de spiegel, ik, het zal lukken. En die man die trok, hij zegt, mevrouw, nu ga ik even aan u schudden. Hij zegt, want dat heet zo. Dus hij pakte de 2 ritsen en hij ging zo met mij schudden. En ik wel zo alles aan mij schudden en er van achter mijn grote rug stond, zei ik zo, meneer, wat kost dat nu, hè, zo'n avondje, zo'n jurk huren? Toen zei hij, mevrouw, dat kost u 120 gulden. En ik liet meteen alles hangen, want ik denk, nou, dan ben ik er nog niet in, dan kan jij het schudden. Dus ik zei, meneer, ik geloof toch niet dat ik erin pas. Ik heb de jurk uitgedaan en ik heb een jurk van mijn buurvrouwtje geleend. Ik ga nu aan de voor Bart van Loon. Maar ja, mensen zijn wakker.
Andere mensen kunnen de haartjes zo aan de zee. En daar een gastje. En ik zie u maar in mijn eentje. In het huis. Ik vond het ook op de haar. Ja, ik zou het ook willen hebben. Zo van de dame, gasten. En je dan lekker voor mijn eentje, gewoon een pensioen. Zou ik het best kennen? Een pensioentje, voor mij alleen. Ik heb wel een gevoel. En de voorkamer, die ken ik met de voorkamer. Vraag ik gewoon een jas. Bij de overkant. Je hebt het op stil. Dat is op haar. Nou, jij is zelf blijven oppas. Daar een gast. En dat is samen met de collega. Zo aan tafel.200 liter water erin.
vissen, plantjes. Maar hoe is het met het aquarium? Je hebt vrienden en die komen op de zondagmiddag eens kijken naar het aquarium. Dan valt een sigaartje van een asbakje, dan valt er een gaatje in de tafelkleed. Dan kan jij heel de avond bonje gaan zitten maken om een gaatje. Dus ik doe weg, weg die vissen, 200 liter water, alles weg. En nou heb ik niets. En nou geef ik u te raaien wat zij gisteravond tegen mij zei. Wat ben je toch saai, zegt ze. Iedere andere man heeft een liefhebberij. En wat heb jij? Niks. Het is gewoon een beetje zeuren. En je moet nooit zeuren. Wie een zeur wordt, is reddeloos verloren. Hè, Jack? Ja. Thank you.
want ik hou zo van een beeldig boeket. Als ik jaren ben de 17e mei, word ik altijd in de bloemetjes gezet. Maar bij een jachtboeket, het geeft niet welk, kijk ik heel voorzichtig diep in elke kelk. Wat ben je niet enzovoort, zit vaak ik mee. En de meeste keren komt die bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Was het net zo'n grote bee als die bij mij? En dan bij mij was het een kanje en ik zat achter een handje. Bent u ooit wel eens gestoken door zo'n bee? Ik weet nog een roze groet de allereerste keer dat mijn Utrechtse verloofde bij mij kwam. Het was avond, het was heerlijk zomer weer. En wij aten eerst die krentenboterham. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Ik was ook zo tegen voor haar toeslacht. Ik had een eenvoudig bloemje uit het veld op haar nieuwe blauwe babydol gespeld. En ik zei toen ik haar in mijn armen nam: Dag! Bent u ooit wel eens gestoken op een bee? In uw duimpje of opzij of in uw thee? Is dat ook zo op gaan zwellen? Nou, ik kan u wel vertellen, het was gewoon een hele luchtballon bij mij. Zo was laatst nog in de kerk van de psalm. Nou, daar zat ik nog zo argeloos en kalm. Om te luisteren naar de dominee die sprak. En toen ik mijn hand in kerkenzakje stak. Daarom zeg ik altijd tegen mijn vriendin: pas nog op en steek je hand dood ergens in. Maar het is moeilijk, want geloof dat maar gerust. Soms doet men het zo volkomen onbewust. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? Was de rook zo een van toen en weer voorbij? Van de zomer is dat hommel, dat is geen bee, het was een hommel. En die steken niet van af, maar bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In uw duim, hier opzij of in uw deen. Is dat ook zo op gaan zwellen? Nou, ik kan het wel vertellen, het was gewoon een hele lucht van bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bee? In het bos of in de bee of op de hei? Was het ook ontzettend pijnlijk? Nou, toch op een elegante
Jolanda? Sal! Sal! Ik ben wakker. En toen deed ik één voorzichtig over je ogen. En dan had ik in de armen van een meter zikken. Hi.
mag het ook nog één keer open en mag ik terugvragen Mary Kok, Penny Verleden en Jack de Beef. Ik wil hen toch nog graag één keer een applaus geven.